Goedenavond, dames en heren. U bent weer getuige van het programma dat onthult wat politie en onderwereld geheim willen houden, maar u toch moet weten. Vanavond een schokkende reportage over de 37-jarige Haagse plantsoenarbeider Harke J., die in 1980 werd gearresteerd voor de moord op de 7-jarige Maitri Koeldiep. J. werd ter beschikking gesteld van de regering, maar wist op bizarre wijze aan zijn psychiaters te ontsnappen. In 1994 werd hij opnieuw gearresteerd, ditmaal voor de moord op de 9-jarige Felicita Oosdam. Morgen staat hij hiervoor in hoger beroep terecht. De moeder van Felicita is hier vanavond in de studio en verwijt justitie de dood van haar dochtertje. Kindermoordenaar Harke J. Een dossier vol fouten, bedrog en dwalingen. Goedenavond en over fouten gesproken. Ex-burgemeester Ed van Tijn sprak onder ede onwaarheid voor de parlementaire enquêtecommissie en krijgt daarvoor van een woedende weduwe een strafklacht aan zijn broek. Verder ook een omslachtige, maar handige manier om zelf geld te maken. We beginnen vanavond met een vervolg op onze uitzending van 17 oktober, waarin we aandacht besteden aan de raadselachtige dood van Amsterdammer Tony Tynes, voormalig bodyguard van maffiabaas Klaas Bruinsma. Tynes kwam om het leven kort voor hij moest getuigen in een mega-drukzaak. Volgens zijn weduwe en haar advocaat meester Stelen speelde de politie in deze zaak geen zuivere rol. Tony beweerde voor zijn dood dat de partij van 30.000 kilo hash was geleverd door een politie-infiltrant. Een Syriër met de naam Jamal Badawi. Die was ingeschakeld door het Duitse Bundeskriminalamt en na de drugsvangst spoorloos was verdwenen. De politie reageerde woedend op de beweringen van Stelen en de Nederlandse Politiebond kondigde zelfs een proces aan. Maar inmiddels heeft ook de Amsterdamse hoofdofficier van justitie, meester Frakking, zich in de zaak gemengd. Hij heeft tegen meester Stelen een officiële klacht ingediend bij de Orde van Advocaten. Meneer Stelen, welkom. Er wordt steeds zwaarder geschud tegen uw instelling gebracht. Benauwt u dat? Nou, ik maak me daar nog niet zo'n zorgen over. Ik heb heel gefundeerd, heel onderbouwd, heel gedocumenteerd. Heel voorzichtig heb ik datgene gezegd wat ik vond dat er gezegd moest worden. Ik heb mijn mening gegeven over iets. Dat komt misschien wel eens hard aan. En dat is kennelijk hard aangekomen bij politie, bij de hoofdofficier van justitie. En die heeft gemeend daar de deken voor opheldering te moeten vragen. Ik zie dat met vertrouwen tegemoet. U bent niet te ver gegaan? Nee, absoluut niet. Maar waarom reageren politie en justitie dan zo? Ja, wat ik stel, wat ik suggereer, wat ik vermoed dat er aan de hand zou kunnen zijn, is natuurlijk heel ernstig. En dat komt natuurlijk keihard aan. En ik denk dat... Er wordt gezegd in het stuk van de hoofdofficier dat u op bepaalde punten onzin heeft uitgekraamd. Ja, onzin is het absoluut niet als je aan de hand van keiharde gegevens, bijvoorbeeld aan de hand van een keihard voorlopig sectierapport, voorzichtig conclusies trekt. Dan kan je toch niet zeggen dat er sprake is van dat ik wat flauwekul heb lopen verkopen. Daar ben ik ook de man niet naar om dat zomaar eens eventjes te doen. En als je dan kijkt naar wat er de afgelopen tijd allemaal op ons is afgekomen, dan denk ik dat alles wijst dat ik op de goede weg zit. Ja. Na onze uitzending is er inderdaad het nodige gebeurd. We zetten het voor u even op een rijtje. Volgens de politie was er ijverig naar de geheimzinnige tussenpersoon die Jamal Badawi gezocht, maar men kon hem niet vinden. De recherche beweerde ook dat er geen omstreden opsporingsmethoden waren gebruikt. Maar wat bleek, 3 weken na onze veelbesproken uitzending, de Duitse recherche geeft nu toe dat de grote partij hash inderdaad door hen naar Nederland is gebracht. En in dit artikel staat keihard om welke zaak dat ging. Precies, die van de 32-jarige Amsterdammer Tony Tynes. Ofwel de veelbesproken 30.000 kilo zaak. De weduwe van Tynes en haar advocaat meester Stelen hadden dus gelijk. Het drugstransport stond onder regie van de politie. En Jamal Badawi, de man die zogenaamd spoorloos was en waarvan wij u nu de eerste foto tonen, was hun eigen medewerker. Deze infiltrant is volgens de NRC overigens vorig jaar in Marbella geliquideerd.
Of Tynes ook is vermoord omdat hij te veel wist, blijft nog een vraagteken. Maar dat hij politie en onderwereld in verlegenheid had kunnen brengen, staat vast. Wordt ongetwijfeld vervolgd. En van de wereld van het grote geld nu naar de muntjes. Wie droomt er nooit eens van om zelf geld te kunnen maken? De meesten laten het daarbij, maar onlangs werden we benaderd door een handige jongen die had uitgevonden hoe je van 3 5-gulden munten er 4 kunt maken. Ofwel, hoe je van een dubbeltje toch een kwartje kunt worden. De truc is om valse 5-gulden muntstukken te maken. Die worden dan in een gokautomaat gegooid, waarna de valse munt er direct op de uitbetaalknop drukt. Zo krijgt hij voor zijn valse vijfjes echte terug. De valse munter G neemt een heel 5-gulden muntstuk. Dat verknipt hij. 3/4 delen van dit muntstuk voegt hij samen met 1/4 aan stuivers en centen. G verdient dus 1,25 per valse munt. Nou, wat in principe mijn winstpercentages zijn, is dus zo, ja, ik kan dus van 3 vijfjes 4 vijfjes maken. Dus van 15 gulden kan ik dus 20 gulden maken. Zo leveren volgens de handige valse munter 3 verknipte vijfjes 1 extra vijfje op. Nadat hij de muntstukken heeft verknipt en in een mal heeft gelegd, voegt hij de verknipte stuivers bij. Dan soldeert hij de losse stukjes aan elkaar. Wat ik dan doe is het muntje eruit halen. Of het olige pin wat er nog op zit van het solderen. En dan krab ik hem met een mesje af. Ik controleer het muntje of dat hij rond is. Of dat hij even plat is als een normaal vijfje. Als het goed is, moet hij het dan doen. Maar hoe lang duurt het om zulke valse vijfjes te produceren? Dan natuurlijk, kun je hier nou rijk van worden? Het zou dus natuurlijk wel mogelijk zijn als je dus een groot aantal vijfjes voorbewerkt. En die dan op een bepaald tijdstip gaat inwerpen. En, bijvoorbeeld een fruitautomaat. Dan heb ik dus een, misschien 20 of 40 of 50 5-gulden muntjes bij me. En die gooi ik dan in een apparaat of in enkele apparaten. En ja, ik laat ze dan direct ook uitbetalen. En zo ontstaat mijn winst. We nemen met een handvol valse munten de proef op de som. Ja, het kost nogal wat moeite allemaal. Maar ook in de onderwereld geldt, wie het kleine niet eert. De automatenhandel is gewaarschuwd. En u ook trouwens, want het is en blijft natuurlijk wel verboden. Nergens is de afgelopen maanden zoveel gedraaid, gemanipuleerd en gelogen als voor de parlementaire enquêtecommissie. Bovendien bleken veel getuigen te lijden aan spontaan geheugenverlies. Een frappant staaltje daarvan was onlangs te zien en te horen tijdens de getuigenis van ex-burgemeester Ed van Tijn. Het verhoor van de heer E. van Tijn, geboren op 16 augustus 1934 te Amsterdam. Ja. Meneer van Tijn, wilt u opstaan voor het afleggen van de belofte? De door u af te leggen belofte luidt: ik beloof dat ik de gehele waarheid en niets dan de waarheid zal zeggen. Dat beloof ik. Om de kussens op te schudden, zoals u het wel eens hebt uitgedrukt, hield dat verband, die noodzaak om de kussens op te schudden, ook met de opsporingsmethode die toen ter tijd in Amsterdam werden gehanteerd? Nee, absoluut niet. Kijk, die discussie over opsporingsmethodes, daarom is het Amsterdamse korps daar zo alert op, die hadden we al in het begin van de jaren 80 afgerond. Men heeft geleerd van fouten die toen gemaakt zijn. Nee, zoals u nu op commissaris Torenaar? Ja. Die toen door mij uiteindelijk moest worden ontslagen.
Mevrouw Torenaar, dat wist ik niet dat uw man was ontslagen. Ja, dat was voor mij ook een grote verrassing dat ik dat ex-burgemeester van Tijn hoorde zeggen op de televisie. Dat ik, vond ik heel apart. En hij was nog wel onder ede volgens mij. Het was niet de waarheid. Het was niet de waarheid. Mijn man is eervol ontslagen door Hare Majesteit de Koningin. Want de burgemeester heeft niet eens het recht om een commissaris van politie te ontslaan. Omdat hij ook door de kroon wordt aangesteld en ook door de kroon dus moet worden ontslagen. Hoe is uw man dan weggegaan bij de politie? Nou, mijn man had bijna 40 dienstjaren in overheidsdienst. En het eind van zijn carrière was niet meer zo geweldig spannend. En hij vond het toen prettig om weg te gaan, om voor zichzelf iets te beginnen. Maar hij is dus, wat ik al zei, eervol ontslagen. En het was heel vervelend voor mij om te horen tijdens het verhoor van de parlementaire enquêtecommissie dat Van Tijn zei dat hij hem dus had moeten ontslaan. Ja. Want dat was pertinent niet waar. Hoe komt zo'n man als Van Tijn daar nou bij? Ja, op een gegeven moment heeft hij zich dat misschien wel ingebeeld en is zo'n verhaal bij hem een eigen leven gaan leiden. Want de verhouding tussen de burgemeester en mijn man was gewoon niet zo super. Hoe heeft u die bewering van Ed van Tijn ervaren? Als bijzonder grievend en zeer smadelijk. Meneer Van Tijn stond al onder ede en vertelde daar dus iets wat pertinent onwaar was. En dat vond ik buitengewoon onaangenaam. Bent u daar vaak op aangesproken? Ik heb vrij veel reacties gehad van mensen die mij belden en die dat gehoord hadden. En die daar net zo verontwaardigd over waren als ik. Maar er is natuurlijk ook een hele grote groepering die niet meer precies weet wat er is gebeurd. En die denkt dat dat de waarheid is. Ja, dat is natuurlijk het nare van deze geschiedenis. En dat is waar ik ook eigenlijk heel erg boos over ben. Mijn man is dus bijna een jaar geleden overleden. Kan zichzelf niet meer verdedigen. En daarom vond ik dat ik dat toch niet helemaal kon laten schieten. Wat gaat u eraan doen? Nou, ik wilde wel stappen ondernemen, dus ik heb een brief geschreven naar de hoofdofficier van Justitie in Den Haag. En hem gevraagd, ik ga een strafklacht indienen en ik wil hem vragen om de zaak uit te zoeken. Het is natuurlijk te gek dat iemand onder ede op televisie onwaarheden vertelt als een gewone burger of onder normale omstandigheden. Als iemand mijn eed pleegt, dan wordt hij ook onmiddellijk vervolgd. Dus ik laat dit er niet meer zitten. Is er nog een manier waarop Ed van Tijn dit goed kan maken, denkt u? Ja. Hij zou het natuurlijk zelf kunnen tegenspreken. Een rectificatie, dat zou wel op zijn plaats zijn. Maar ik zou niet weten hoe en waar. Want het is op televisie gezegd en daar hebben bijzonder veel mensen, buitengewoon veel mensen naar gekeken. En ik denk toch niet dat hij dan nu nog een keer op televisie komt om te vertellen dat hij daar heeft zitten jokken. Dus ik zou niet weten hoe dat moest. Ja, dat had mevrouw Torenaar goed aangevoeld. Uiteraard hebben we oud-burgemeester Van Tijn gevraagd of hij bereid was zijn uitspraak te rectificeren voor onze camera. Maar dat was niet het geval. Via zijn woordvoerster kwam hij aanvankelijk zelfs met een nieuwe onjuistheid aan en beweerde dat hij de gewraakte uitspraak helemaal niet had gedaan. Daarna gaf zij toe dat de bewering inderdaad formeel onjuist was, maar dat de heer Van Tijn daar publiekelijk niets over zegt. Het boek is dicht, de zaak is niet aan de orde, aldus de woordvoerster. Tja, het is maar wat je niet aan de orde noemt. Waarschijnlijk is de heer Van Tijn zo overmand door zelfbeklag over zijn eigen gedwongen ontslag dat hij het allemaal niet meer zo scherp ziet. Na de reclame ons dossier over de tweevoudige kindermoordenaar Harke J. uit Den Haag. De moeder van zijn laatste slachtoffertje, Felicita Oostdam, is bij ons in de studio en vraagt zich wanhopig af hoe justitie deze man ooit heeft kunnen laten lopen. Wie doet nou zoiets? Nee. Zo onschuldig. Zo'n vrolijk kind die genoot van ieder moment van haar leven. Ze had vertrouwen in iedereen. Ik miste iedere dag. Ieder moment. Deze meneer spaart al jaren 50 gulden per maand. Dat doet hij met zijn spaarrekening. Daarmee krijgt hij gemiddeld zo'n 4,5% rente.
En dat heeft hij goed geregeld. Had hij echter gespaard met koersplan van spaarbeleg, dan had deze meneer geprofiteerd van een rendement van 10,1%. En nog belastingvrij ook. Als u ook geïnteresseerd bent in 10,1%, vraag dan deze brochure aan. Bel Spaarbeleg 060134. 060134. The Phantom of the Opera, 30 april, laatste voorstelling. Bel snel, 06-300-100. 069-888-069-888. Zap van vrouw naar vrouw en zoek de leukste uit. 069-888. Direct apart, bel nu. Citizens, be extra careful. PlayStation's Tekken is now on the streets. Don't let it moose your mind. De LOI-cursus Binnenhuisarchitectuur is zeer compleet met twee schitterende boeken en lesmateriaal voor 2 jaar actief studeren. Leer omgaan met ruimte, vormen en materialen en ontwikkel uw eigen interieurideeën voor uzelf en voor anderen. Bel meteen voor een gratis studiegids 06 06 09. Welkom terug bij het enige echte misdaadprogramma van Nederland. Dan nu onze reportage over de Haagse plantsoenarbeider Harke J. Die morgen terecht staat voor de moord op de 9-jarige Felicita Oostdam. 15 jaar geleden werd J. ook al veroordeeld voor een kindermoord. Maar op bizarre wijze wist hij aan zijn psychiaters te ontsnappen, waardoor hij verleden jaar opnieuw kon toeslaan. Het dossier van een Haagse kindermoordenaar. Normaal heb ik niets tegen kinderen. Maar als ik die beelden uit Australië zie, wil ik hen pijn doen, kwetsen. Dan ben ik een beest. Die periode in Australië is buitengewoon ongelukkig geweest. Wellicht zijn er daar dingen gebeurd die je dan terugziend kunt relateren aan zo'n delict dat hij dan nu zou hebben gepleegd. Het is eind juni 1980. Op een zandplaat in de Haagse duinen is de 7-jarige Maïtri Koeldiep aan het spelen. Na een ruzie met haar klasgenootjes heeft zij zich afgezonderd. Even later loopt ze weg van het speelterrein. Ze gaat alleen in de richting van een verlaten pad dat voorbij het terrein loopt en verscholen ligt tussen de bosjes. Wat Maïtri niet weet is dat ze wordt gadegeslagen door een man die daar op dat moment bezig is met snoeiwerkzaamheden. Als hij ziet dat het meisje alleen is en er verder niemand in de buurt is, loopt hij achter haar aan. Het meisje merkt niet dat ze door de man die een heggenschaar bij zich heeft wordt gevolgd. Het weerloze kind wordt door de man opgepakt en in de bosjes gesleurd. Daar zal zich een verschrikkelijk drama afspelen. Op dat moment heeft nog niemand de vermissing van Maïtri opgemerkt. Pas enkele dagen later wordt het lichaam van de 7-jarige Maïtri onder een laag van zorgvuldig afgeknipte takken gevonden. Opvallend is dat het meisje niet seksueel is misbruikt,
hoewel haar broek en onderbroek naar beneden zijn getrokken. Het meisje blijkt om het leven te zijn gebracht door meerdere steken met een heggenschaar. De gesnoeide takken die op haar lichaam zijn gevonden brengen de politie op het spoor van de 22-jarige plantsoenarbeider Harke J., die op de dag van de moord in de duinen aan het werk was. Ongeveer een week na de moord werd de plantsoenwerker door de Haagse politie gearresteerd en verhoord. Harke J., zo zou later blijken, is een geestelijk zeer labiele man die nauwelijks kan lezen en schrijven. Bovendien lijdt hij aan een vorm van epilepsie en kan daarbij plotseling zeer agressief worden. In zijn eerste verklaring tijdens het verhoor vertelt hij de politie Maitri te hebben vermoord in een vlaag van verstandsverbijstering. Hij zegt tegen de recherche: ik heb iets kleins en donkers gepakt en het door knijpen en steken om het leven gebracht. Harke J. heeft vanwege zijn woedeaanvallen tijdens zijn jeugd in Australië op een internaat gezeten. Volgens psychiater professor Beyaert, die hem gedragskundig heeft onderzocht, is daar de kiem gelegd voor zijn latere geweldsmisdrijven. Hij zegt over Harke: hij heeft van jongs af aan heeft hij, ja, toch allerlei aanvallen gehad van woedeaanvallen die volstrekt onberedeneerd waren. Hij had ook wel eens deuren in zijn huis kapotgeslagen tijdens zo'n aanval en dat soort dingen. Zodat wij toen concludeerden tot de ontoerekeningsvatbaarheid. Maar met kans op herhaling en dus een advies onvoorwaardelijke TBR. In februari 1981 wordt Harke voor de rechtbank in Den Haag veroordeeld tot onvoorwaardelijke TBR zonder gevangenisstraf. De plantsoenarbeider ontkent op dat moment overigens dat hij ook maar iets met de moord op Maitri te maken heeft gehad. Harke J. wordt kort erop voor behandeling opgenomen in de Van der Hoeven Kliniek in Utrecht. Het lijkt er dus op dat de labiele kindermoordenaar voor lange tijd veilig opgeborgen zit in de Utrechtse kliniek. Maar dan, op 1 januari 1984, neemt de zaak plotseling een onverwachte wending die fatale gevolgen zal hebben voor iemand die op dat moment nog niet eens is geboren. Op het hoofdbureau van politie in Den Haag meldt zich die bewuste dag een man die de recherche wenst te spreken. Tijdens het gesprek dat volgt claimt de Hagenaar, een 28-jarige kok, dat hij de dader is van 3 recente moorden. Een bizarre verklaring, want de moordenaars waren al gepakt en hadden bekentenissen afgelegd. Bovendien bekent hij nog een 4e geruchtmakende moord. Hij vertelt de rechercheurs dat hij op 27 juni 1980 in de duinen een meisje heeft ontvoerd en vermoord. Het meisje dat hij bedoelt is Maitri Koeldiep. De politie beschouwt de verklaring van de man, die een psychiatrisch patiënt blijkt te zijn, als bijzonder onsamenhangend en ongeloofwaardig. Een politievoorlichter stelt zelfs: er is geen enkele reden om aan te nemen dat er ook maar een kern van waarheid zit in die bekentenis. De man wordt teruggebracht naar een psychiatrische kliniek in Wassenaar en de politie ziet aan de hand van de verklaring nog geen reden om het onderzoek te heropenen. Maar de advocaat van Harke J., meester G. Spong, denkt er heel anders over. Hij begint een zogenaamde herzieningsprocedure bij de Hoge Raad in Den Haag. Die besluit, verrassend genoeg, op grond van de verklaring van de kok, de moordzaak terug te verwijzen naar het Hof in Amsterdam. Dit heeft het opzienbarende gevolg dat de TBR van de vermeende kindermoordenaar Harke J. wordt geschorst en dat hij vanaf dat moment weer vrij mag rondlopen. Maar er is nog iets opmerkelijks aan de hand. De kok die de moord heeft opgebiecht blijkt niemand minder te zijn dan Anne J., de 3 jaar oudere broer van Harke. In een exclusief interview met het programma Deadline
verklaart hij later. Ik heb toen die moord op Matricol niet bekend om feiten dat ik ervan overtuigd was dat hij het niet gedaan had. Als de bewezen wordt dat mijn broer en hem wel onomstotelijk bewezen wordt dat hij schuldig is aan die moord toen, maar dat moet dan wel onomstotelijk bewezen worden, dan hoop ik voor hemzelf dat ze hem opsluiten en de sleutel zo ver mogelijk weggooien als dat ze maar kunnen. Eind oktober 1984 komt de zaak Matricol Diep opnieuw voor het Hof in Amsterdam. Als de broer van Harker tijdens het proces weer wordt gehoord, zegt hij plotseling: ik was er heilig van overtuigd dat niet mijn broer Harker, maar ik dat meisje had gedood. Pas nu weet ik zeker dat ik het niet geweest ben. Ik heb dat kind nooit ontmoet. Die verklaring is voor het Hof genoeg om Harker J. opnieuw tot TBR te veroordelen. Maar Harkers advocaat stapt wederom naar de Hoge Raad en in afwachting van de uitspraak wordt de opname en behandeling van Harker uitgesteld. De Hoge Raad beslist uiteindelijk dat de TBR in het geval van Harker J. gehandhaafd en voortgezet moet worden en dat opname in een psychiatrische kliniek gewenst is. Maar de kindermoordenaar blijft vreemd genoeg op vrije voeten. Sterker nog, begin 1986 krijgt Harker J. zelfs voor justitie een formeel proefverlof en daarmee ligt de weg naar de vrijheid definitief open. Professor Dr. Beyaert, die wegens de vrees voor herhaling onvoorwaardelijke TBR had geadviseerd, zegt over de hernieuwde vrijheid van zijn voormalig patiënt: nou, ik dacht dat het een gevaarlijk risico was. U vond dat hij daar nog niet aan toe was? Ja, ja. Wat doet zo'n beslissing dan met u? Ja, je legt je daarbij neer met het idee van, ja, nou, dat is dan iets wat een ander beslist die daarover gaat. En dan moeten we maar kijken wat er gebeurt. En ook een medewerker van de kliniek waar Harker tussen 1981 en 1983 dagelijks werd behandeld en geobserveerd, is het niet eens met de beslissing van justitie. Hij stelt: die man was niet klaar voor een veilige terugkeer naar de maatschappij. Toch wordt in 1987 de TBR van Harker definitief beëindigd. Daarmee heeft hij voor een kindermoord slechts 3 jaar in een kliniek gezeten. Op dat moment is er geen gevolg meer gegeven aan zijn TBR. Wat vindt u daarvan? Nou, ik kan me daar wel iets bij voorstellen, want het is natuurlijk zo dat als er zoveel twijfel is over of het misdrijf nu gedaan is, gepleegd is of niet, dan kan je ook gaan twijfelen over het wel of niet in behandeling nemen van zo iemand. Dus ik kan me wel voorstellen dat onder die omstandigheden men dan zegt van, nou, laten we hem het voordeel van de twijfel geven, wat dus kennelijk achteraf gezien fout is geweest. In 1990, al vrij kort na zijn terugkeer in de maatschappij, komt Harker J. opnieuw in opspraak. Deze keer moet hij voor de rechter verschijnen voor ontucht met zijn 10-jarige dochtertje en een 8-jarig buurmeisje. Procureur-generaal meester Faeber pleit tijdens het proces opnieuw voor dwangverpleging. Hij zegt: na zijn gruwelijke moord is deze man nog niet genezen. Hij is een gevaar voor de samenleving en moet worden opgenomen. Maar het gerechtshof achtte dat niet echt nodig. En de man komt weer op vrije voeten. Hij wordt weliswaar veroordeeld tot 15 maanden cel, maar heeft die tijd al in voorarrest doorgebracht. Hij mag dus weer direct naar huis. Harker J. is opnieuw een vrij man. Naast mij zit advocaat meester Gerard Spong, die Harker J. destijds verdedigde. En met veel succes, meneer Spong. Of mogen we dat zo niet noemen? Ja, dat is natuurlijk een beetje betrekkelijk. Harker is veroordeeld. En het enige succes, om het zo te zeggen, wat ik heb geboekt,
is dat het herzieningsverzoek dat bij de Hoge Raad is ingediend ontvankelijk is verklaard en gegrond is verklaard. En een tweede succes, tussen aanhalingstekens misschien, is dat vervolgens in de procedures die daarop gevolgd zijn, het eindresultaat is geweest dat Harke vroegtijdig uit de TBR-behandeling is ontslagen. Ja, en altijd op vrije voeten is gebleven. Heeft u dat nooit een wrange bijsmaak gegeven? Nee, in de eerste plaats niet, omdat de beslissingen die destijds genomen zijn, te beginnen bij de Hoge Raad, is een Hoge Raadsbeslissing geweest. Die hebben natuurlijk die bekentenis van zijn broer ook onder ogen gehad, bezien en gewogen. Een advocaat-generaal bij de Hoge Raad heeft dat gedaan, heeft dat ook bezien en gewogen. Vervolgens is dat bij het Hof in Amsterdam gekomen. Die heeft uiteindelijk beslist dat Harke veroordeeld moest worden. Maar wanneer het gaat om de TBR, dan hebben we toch te maken met een advies van een aantal psychiaters die hebben gezegd van dat Harke best op vrije voeten kon blijven. Er is, als ik mij goed herinner, toen door een psychiater uit het selectieinstituut gezegd dat hij zeer aanzienlijke verbeteringen maakte en dat ze ermee akkoord waren dat er sprake kon zijn van een ambulante behandeling. En ja, dat zijn toch ook deskundigen. En op die de man overigens niet of nauwelijks hebben geobserveerd, zo ze achteraf komen vast te staan. Dat zou best kunnen, maar het is uiteindelijk toch dat rapport in combinatie met een ander rapport van iemand van de reclassering, die ook ervan overtuigd was dat hij goede vorderingen had gemaakt. Die rapportage heeft ertoe geleid dat de rechter uiteindelijk in de verlengingsprocedure heeft gezegd, hij hoeft niet terug naar de TBR-kliniek. Ja. Het mag dan de rechter zijn die daarover heeft besloten, meneer Spong, maar in de ogen van heel veel mensen bent u toch de kwade genius hierachter geweest, hè? U heeft alles aangeslingerd. Wat vindt u daarvan als mensen dat zeggen? Nou, dat is onjuist. Dat vind ik een verkeerde voorstelling van zaken. Als advocaat heb je in een zaak, ook al is dat een gruwelijke zaak, uiteindelijk te maken met de rapporten die je ter beschikking komen. En als die rapporten zodanig zijn dat je je cliënt daarmee op vrije voeten kan krijgen, dan moet je dat ook niet nalaten. Die rapporten waren zonder meer, om het zo te zeggen, zeer positief voor Harke J. Ja, maar met alle respect, meneer Spong, was het nou niet eigenlijk van begin af aan duidelijk dat dat hele verhaal van die broer gewoon een verzinsel was? Die man was een psychopathische fantast. Had u dat niet moeten doorzien? Nee, dat was niet zonder meer duidelijk. Ik ben A, geen psychiater of psycholoog. B. Nee, maar u bent ook niet de beste advocaat van Nederland geworden omdat u zo naïef en goedgelovig bent. Waarom kunnen wij nu allemaal zien dat die verklaring destijds niet deugde? Dat had u toch ook kunnen doorgronden? Dat kunt u misschien zien, zoals u dat zegt, met de bril die u achteraf op hebt. Maar ik moet toch benadrukken dat op het moment dat zo'n verklaring op tafel komt en je presenteert die verklaring aan een aantal rechters, dat je plicht is als advocaat om te doen. Je kan niet voor rechercheur of eigen rechter gaan spelen als advocaat en zeggen van nou, dat gooi ik maar in de prullenbak. Nee. Mogen we wel vaststellen dat achteraf dan dat iedereen in deze zaak heeft geblunderd? Nee, dat mag u niet doen. Dat kunt u ook niet doen. De mensen destijds, iedereen, mijzelf in kluis, de rechters, advocaat-generaal, die hebben naar eer en geweten gehandeld met de kennis die ze toen hadden. Het was dan toch wel heel gebrekkig? Nou, dat valt reuze mee. Er was toch een behoorlijke rapportage op tafel die voor Harke J. erg gunstig was, nogmaals. Ja, maar er zijn ook mensen geweest, laten we dat toch niet vergeten, die aan de bel hebben getrokken en die hebben gezegd, dit kan helemaal niet, dit is waanzin. Er klopt helemaal niets van wat die man zegt. En daar is toch waarde aan toegekend. Het is niet zo dat iedereen is meegegaan in die zaak. Dat maak je wel eens vaker mee, dat er mensen zijn die het niet eens zijn met wat een advocaat doet of wat een rechter beslist. Maar ik moet toch nogmaals zeggen, het is een rechterlijk oordeel door een meervoudige kamer. Het was destijds een vijfkoppige strafkamer van de Hoge Raad, dat betekent vijf raadsheren. En het was destijds ook een driekoppige bemanning van het Haagse gerechtshof.
of het Amsterdamse gerechtshof. En ja, dat betekent toch dat je moet aannemen dat al deze rechters, dat zijn er dus tenminste 8, naar eer en geweten hebben beslist. Ja. En het is en blijft mensenwerk. Ja. Zou u, alles overziende, het weer zo gedaan hebben? Met de gegevens die ik toen had gekregen, als ik die nu weer zou hebben, zou ik inderdaad opnieuw een herzieningsverzoek indienen. Zullen kijken wat voor gevolgen dat dan gehad zou hebben. Want 14 jaar na de moord op Maitri Koeldiep en 5 jaar na de veroordeling wegens incest zal pas goed blijken hoeveel risico justitie heeft genomen door de psychiatrische behandeling van Harke J. niet voor te zetten. We zijn dan aangeland in november van het vorig jaar in het Haagse Bezuidenhout. In de vroege ochtend van de 24e november gaat in de Haagse wijk Bezuidenhout de 9-jarige Felicita Oostdam alleen op weg naar school. Iets wat zij sinds de geboorte van haar zusje wel vaker deed. Halverwege wordt ze aangesproken door een man op een fiets die Felicita met een smoesje weet mee te lokken. Het meisje stapt bij hem achterop. De twee rijden in de richting van het Volkstuincomplex bij de IJsclubweg in Den Haag. Op een smal pad achter het complex, aan het oog onttrokken door hoge struiken, stappen de twee af. Later die dag wordt Felicita's lichaam gevonden op het pad achter het complex. Ze blijkt door meerdere messteken in het hart om het leven te zijn gebracht, zoals ook Maitri in 1980 in het hart werd gestoken. En ook haar broek en onderbroek zijn naar beneden getrokken. Felicita Oostdam werd 9 jaar. Een jaar later gaat Felicita's moeder met Peter langs de plek waar het drama zich heeft afgespeeld. Waar was het precies? Nou, onder die boom, tussen achter de coniferen. Een hele grote boom. Daar heeft hij er neergelegd. Wie doet nou zoiets? Nee. Zo onschuldig. Zo'n vrolijk kind. Die genoot van ieder moment van haar leven. Ze had vertrouwen in iedereen. Ik miste iedere dag. Ieder moment. Ik zal er alles voor willen geven om dit terug te krijgen. Alles. De politie begint een grootscheeps onderzoek. Uit de tips komt naar voren dat ze die dag is gezien achterop een roze fiets met krantentassen. Voorop zat een man die check rokte en een blauwe, half lange jas droeg. Er wordt een nauwkeurige compositietekening gemaakt en die lijkt op Harke J. Op 20 december 1994 wordt de voormalige plantsoenarbeider aangehouden. Er wijst veel in zijn richting. Zo reed hij die ochtend op een roze fiets met krantentassen van zijn dochter. Droeg hij een half lange blauwe jas en rookte hij check. Bovendien wordt er in de buurt van het lichaam een zakmes gevonden. Harke erkent tijdens het verhoor dat hij inderdaad een dergelijk mes in zijn bezit had, maar dat hij dat is kwijtgeraakt voor de moord plaatsvond. Ook worden op het mes vezels aangetroffen die volgens het gerechtelijk laboratorium waarschijnlijk van Harkes jas afkomstig zijn.
Bovendien staat in de agenda van Felicita Oma Har geschreven. Wat erop zou kunnen duiden dat ze de moordenaar al kende. Dit laatste is overigens nooit aangetoond. Maar ondanks alle aanwijzingen blijft Harke J. ontkennen. Tijdens het verhoor vertelt hij wel over zijn jeugd in Australië, waar hij eens is misbruikt door een paar meisjes. Ze zouden hem hebben gedwongen zijn broek en onderbroek te laten zakken. Zo zijn ook Maitri en Felicita aangetroffen. Als jij vertelt. Harke vertelt dat een van de Australische meisjes die hij misbruikte op Felicita leek. Daarnaast zegt hij: normaal heb ik niets tegen kinderen, maar als ik die beelden uit Australië zie, dan wil ik ze pijn doen, kwetsen. Dan ben ik een beest. Wat zegt zo'n verklaring u? Nou, dat vult een beetje aan wat wij toen niet wisten. Het geeft een beetje de oorzaak aan van zijn voorkeur om dan zijn woede op kinderen te koelen. U denkt dat zijn ervaringen in Australië in nauw verband staan met zijn latere gewelddadigheden? Ja, dat denk ik zeker. Maar naast het verhaal over Australië verwijst Harke tijdens het verhoor onbewust ook naar een gebeurtenis van bijna 15 jaar geleden. Hij zegt: erna heb ik een rotgevoel. Ja, in 1980 had ik dat ook. Had hij het over de moord op Maitri Kuldeep? Harke blijft ontkennen dat hij daar iets mee te maken heeft. Op 23 maart 1995 moet hij voor de Haagse rechtbank verschijnen voor de moord op Felicita. Over zijn mogelijke betrokkenheid in deze zaak zegt hij: ik heb het niet gedaan. Daar blijf ik bij. Maar de officier van justitie stelt dat absoluut voorkomen moet worden dat deze man een derde slachtoffer vindt. Harke J. wordt veroordeeld tot levenslang. Het hoger beroep dient morgen. De moeder zegt dus van: als justitie beter had opgelet en ook dat verhaal van die broer veel kritischer had benaderd, dan had mijn dochter nog geleefd. Natuurlijk denken mensen zoiets. En zeker zo'n moeder die natuurlijk diep getroffen is en in narigheid zit. Maar het is niet waar, want er is wel goed naar hem gekeken en er is wel degelijk een ter beschikkingstelling geadviseerd en ook opgelegd door in eerste en tweede instantie. Ja, maar daar is geen gevolg aan gegeven. Ja, dat is zo. Dat is de... Het is een hele zware inschattingsfout geweest. Een hele zware inschattingsfout geweest, ja. Hoe moet zoiets uitgelegd worden aan de moeder van een tweede slachtoffer? Oh, ik ben bang dat je dat helemaal niet kunt uitleggen. Ik vind hier mijn rust. Ik weet dat ze er ligt. Dat ze me hoort. Ah. Praat je ook met haar dan? Ja. Ik vertel gewoon wat ik gedaan heb de hele week. En dat ik er heel erg mis. Vooral de lach. Handje. Inmiddels is bij ons komen zitten de moeder van Felicita Oosdam. U heeft steeds gezegd dat als justitie niet zo laks en nonchalant was geweest, Felicita nog in leven zou zijn. Wie verwijt u dat nou het meest? Justitie, absoluut. 99,99%. Ja? Ja. En... ik ben van mening dat als justitie toen bleek dat zijn broer het niet gedaan had, hem weer terug had moeten nemen. Want alles wees erop dat hij Maitri Kuldeep had vermoord. Hij had zelfs bekend. U schudt nee, meneer Spong? Ja, ik dacht dat hij het steeds ontkend had. Er zijn fases geweest waarin hij heeft toegegeven dat... Ja, maar op de zitting en uiteindelijk heeft hij toch steeds ontkend, dacht ik. Nou, als u die stukje goed doorleest, dan weet u dat hij een bekentenis heeft afgelegd. Ja, dat weet ik, maar die heeft hij herroepen. Ja, maar zo kan ik dan ook meer 10 keer dingen roepen. Meneer Spong,
Als u nou zo'n bericht verleden jaar in de krant leest dat Felicita Oostdam is vermoord en dat als verdachte uw voormalig cliënt is opgepakt, wat gaat er dan door u heen? Dan gaat er wel een schok door je heen. Wauw. Want? Laat me het zo zeggen. Het is een cliënt die je hebt verdedigd. En het is natuurlijk altijd een gruwelijk misdrijf. Moord is een gruwelijk misdrijf. En als dan blijkt dat hij misschien achteraf gezegd ten onrechte vroegtijdig op vrije voet is gekomen, ja, dan kan het alleen maar schokkend zijn. Ja, overdenkt u op zo'n moment ook uw eigen rol nog in dat proces? Ja, natuurlijk. Ja, dat doe je natuurlijk. Alleen, zoals ik u zo even zei, met de kennis die we toen hadden en met de inzet die we moesten opbrengen, hebben we allemaal, denk ik, toch gedaan wat we moesten doen. En het is natuurlijk voor de ouders van Felicita aan de ene kant onbegrijpelijk en dat het zo gelopen is. Alleen wat ik met Beyaert daarop kan zeggen is dat met de kennis die men, justitie en ik toen hadden, had het zo moeten lopen. Dat is wel een hele schrale troost voor u, denk ik. Heel erg schraal, ja. Ik vraag me af, in hoeverre kan iemand, een advocaat, een crimineel verdedigen? Wordt er dan echt niet nagekeken naar de maatschappij waar wij onze kinderen moeten op laten groeien? Want dan heeft het toch geen zin dat een crimineel opgepakt wordt? Dan kun je hem toch zo gelijk weer op vrije voeten zetten? Of zie ik dat verkeerd? Dat ziet u verkeerd. Dat zie ik verkeerd. Ja. Oh, legt u dat mij dan eens even uit. Omdat ook een crimineel recht heeft op een verdediging. Recht? Ja, die heeft recht op een verdediging. Mijn kind had recht. Mijn kind had recht op leven. Hij had geen recht om met zijn handen aan mijn kind te zitten. Dat is en zeer zeker ook niet aan Maïti Koudé. Dus als we het hier over mensenrechten hebben, ja, dan woont hij aan het verkeerde deel van de wereld. Want hij heeft zelf gezegd, ik ben een beest. Beesten horen niet aan deze kant van de wereld. Dan moet hij maar in Zuid-Afrika gaan leven, tussen de beesten. En die beesten daar hebben meer recht dan hij zelf. Nu is het zo dat de nieuwe advocaat van Harke J. zegt dat hij onschuldig is aan het misdrijf tegen Felicita. Wat zeg je daarop? Absoluut niet. Alles wijst ernaar dat hij het gedaan heeft. Daar twijfel je niet aan? Absoluut niet. 100% zeker. Je bent bij de rechtszitting geweest voor de rechtbank waarbij hij tot levenslang is veroordeeld. Wat is daar aan het einde daarvan gebeurd? Er werd aan onze kant behoorlijk geklapt. Meneer die stak zijn middelvinger naar ons, nog niet eens naar ons kijkend. Zo deed hij naar boven. Dat was voor mij heel erg gênant. Op het moment dat de rechter een pauze inlaste, toen draaide hij zich naar mijn gevoel, mijn kat op. En hij deed zo van, kom maar. Nou, toen kon ik echt door die ruiten heen naar buiten vliegen. Een man zonder gevoel, zonder hart. Wat moet er nu gebeuren in het hoger beroep? Wanneer loopt dat proces voor jou bevredigend af? Als hij opgesloten wordt in een cel zonder eten, zonder kleding en hem lustig laten sterven. Nee, dat gebeurt niet. Maar ik hoop ooit dat er een wet komt dat ook advocaten moeten weten tot hoe ver ze moeten gaan. En dat ze zeer zeker aan de kant van de maatschappij moeten kijken. Want wij, de maatschappij, onze kinderen hebben ook recht. Ja, maar er moet natuurlijk ook wel vastgesteld worden dat iemand het echt gedaan heeft. In mijn ogen heeft hij het ook echt gedaan. Jawel, maar daar zijn... En dat is ook vastgesteld. Het wordt ook vastgesteld, anders had de justitie geen levenslang geëist. Er worden wel vaker fouten gemaakt in processen. Ja, maar dit is natuurlijk een hele fatale fout. Heb je er vertrouwen in dat het nu goed zal gaan? Vertrouwen is een groot woord. Ik heb nergens meer vertrouwen in. Ik vertrouw alleen mezelf. Hoe ziet je leven eruit nu, zonder Felicita? Puinhoop. Een heel groot zwart gat. Ieder moment probeer je door te komen. Je hebt ook contact gehad met de moeder van Maitri Koeldiep. Ja. Hoe is zij eraan toe? Heel erg slecht.
geestelijk en lichamelijk. Goed, dankjewel. Alsjeblieft. De nieuwe advocaten van Harke J., meester Later, wil geen commentaar geven zolang het hoger beroep loopt. Zij noemde zijn eerdere veroordeling voor de rechtbank wel de misser van de eeuw. Volgens de raadsvrouwen zijn de dyslectische Harke J. tijdens het verhoor woorden in de mond gelegd. En is hij voor de tweede keer in zijn leven slachtoffer van een verschrikkelijk misverstand. Morgen weten we meer. Dit was het voor vanavond. Volgende week zijn we terug met opnieuw een onthullend dossier. Kijk dan weer, dan heeft u altijd een alibi. Tot volgende week.